presentatrice Annemar Zwart en haar man Roger besloten 3 jaar geleden om voor een kindje te gaan. Dit bleek niet al te gemakkelijk. Maar nu, 2 maanden geleden, is zij bevallen van een gezonde zoon, Fender. Ik ga kijken hoe het met haar is en ik wil natuurlijk heel graag haar verhaal horen. Ja, hallo! Hallo, hallo! Hallo, hallo. Kom verder. Ja, leuk. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Nou, kom verder. Leuk huis. Dankjewel. Ja. Wil je wat drinken? Nou, een lekker bakje koffie met een suikertje graag. Hé, hey, maar wat een lekker ding. Echt, hè? Maar ik begrijp dat niet heel vanzelfsprekend is gegaan. Nee, ik wilde op een gegeven moment heel graag zwanger worden. Ja? En toen ontdekte ik dat dat dus inderdaad niet zomaar ging. Dus daar hebben we echt van de gynaecoloog uiteindelijk naar een fertiliteitskliniek. En oh, toen joh. Met een IVF-traject zijn we... Uiteindelijk is het gelukt. Oh, vanaf wanneer speelde dit dan eigenlijk? Ik weet nog dat wij in het voorjaar van 2018... Ja? Toen dacht ik, nou, we gaan het proberen. Dus ja. Ik stopte met anticonceptie en toen werd ik niet ongesteld. En toen dacht ik, oh, misschien ben ik wel meteen zwanger. Ja. Ja, weet ik veel. Nee, dan maar dat denk je. Ja, misschien is dat die... Dat is het eerste symptoom. Hoe zou dat... Nou goed, dus dat was helaas niet het geval. Toen heb ik heel lang gewacht op een cyclus die dus weer op gang moest komen. En toen ben ik op een gegeven moment, na maanden wachten... en er gebeurde maar niks, ben ik eens bij de huisarts gaan aankloppen. Die heeft me doorgestuurd naar een gynaecoloog. En van die gynaecoloog werden we uiteindelijk doorgestuurd naar een fertiliteitskliniek. Want toen bleek dus, mijn cyclus was wel weer op gang... maar wilden Roger en ik kindjes krijgen... hadden we dus uit onderzoeken de uitslag gekregen... dat gaat jullie niet zeg maar zomaar lukken. Jullie moeten wel echt dan naar een kliniek. En komt dat door dat de cyclus niet goed loopt? We konden met mijn cyclus konden we het wel weer gaan proberen. Ja. Maar uit zijn kant, uit zijn onderzoek... bleek dat het niet helemaal zo vanzelf zou gaan. Okay. Dus dan maak je zo weinig kans. Wil je het op de natuurlijke manier proberen, dan kun je het jaren proberen. En ik dacht, ik ben 34, ja. Ik wil gewoon nu wel denk ik een keer een baby. Ik heb er best wel lang een beetje mee gewacht. Okay. En dan heb je een beetje haast. Althans, dat had ik een beetje voor mijn gevoel in mijn hoofd. Ja. En toen was je zwanger? Ja, ik heb 2 terugplaatsingen gehad. Ja. En de eerste terugplaatsing, die is ook gelukt. Daar was ik zwanger van. Alleen die heeft losgelaten, dus dat werd een miskraam. Okay. Maar ik voelde me meteen zwanger. Ik dacht, oh my, bijna mijn borsten, alles. Ik denk, nou, dit is helemaal aan. Dat mislukte dus, want na een paar dagen liet het vruchtje alsnog los. Nou, oké. Pijnlijk, maar vooruit, je wil door. Dus poging 2, dat was dus nu Fender. Ja. En we gingen wintersporten en ik zei, nou serieus, mijn broek zakt af als ik zwanger ben. Ik voel helemaal niks. Ik hield er wel rekening mee, dus ik heb niet gedronken. En wintersporten is natuurlijk après-ski. Het was nog net voor de corona toestand. Het was net die tijd, zeg maar. En toen voelde ik me dus eigenlijk helemaal niet zwanger. Dus ik was verbaasd dat ik zwanger was. Ja. En hoe is je zwangerschap verlopen? Nou, ik was wel heel lang misselijk. Ja. En ik had toen ook opnames. Ik weet nog wel dat ik toen live The Passion moest doen. Ik dacht, ja, ik voelde me de afgelopen weken voelde ik me echt wel beroerd. Als ik hier s'avonds op de bank zat, dan zat ik wel eens ineens boven een bord met eten. Dacht ik, oh jee, heel even het bord weg. Ik kan heel even de deur open. Moet ik heel even ademhalen. Ja. Ik dacht, dat gaat natuurlijk niet als je live met je hoofd op beeld staat. Je kan niet zeggen, hey, ik piep er even tussenuit. En wisten de mensen net dat je zwanger was toen? Nee, want toen was ik net 9 weken zwanger, geloof ik. Ja. Al met al, nou, heb ik eigenlijk wel een hele relaxed zwangerschap gehad. Ik heb heel veel gewerkt nog, ik was heel fit. Eigenlijk ging het dus heel goed. Totdat we bij de 20-weken echo erachter kwamen... dat de placenta voor de uitgang lag. Een laagliggende placenta. Waardoor de baby dus simpelweg er niet uit kan. Dus ze hadden gezegd bij de 20-weken echo... een natuurlijke bevalling zit er voor jou waarschijnlijk niet in. Bereid je maar voor dat het een keizersnede gaat worden. Nou, dus dat had ik gedaan. Ik dacht, scenario keizersnee. It's fine. Had ik me bij neergelegd. Ja. En toen ineens zeiden ze bij 27 weken echo, zeiden ze... Nou, het is onvoorstelbaar, maar die placenta is opgetrokken. Die kans bestaat wel eens, maar het gebeurt niet altijd. Nee. Die van mij lag zo onderop en achterin. Ze hadden gezegd, dat gaat bij jou waarschijnlijk niet gebeuren. Maar het gebeurde wel. Dus ik dacht, oh, maar ik had me eigenlijk een beetje voorbereid op een keizersnee. Oké, nou ga ik dus gewoon bevallen. Weet ik veel, ik had me niet aangemeld voor cursussen. Alle boeken die vriendinnen me hadden aangeraden, had ik allemaal niet gelezen. Want ik dacht, nee, je is ook niet te puffen. Maar toen ineens wel, want toen zeiden ze, ja, nee, dit ziet er wel echt gewoon goed uit in die zin. Toen dacht ik, oh, nou, ik moet het heel even laten bezinken. Nou, prima. Toen heb ik me nog als de wiede weer me aangemeld bij een zwangerschapscursus. En toen zeiden ze bij nog een laatste controle echo, ja, het is ongelooflijk, zeiden ze, ai, we zien een bloedvat voor de uitgang liggen van de baarmoedermond. Van hem een bloedvat. En dat betekent dat je toch weer een keizersnee gaat krijgen. Dat is ook prima. Dan is het in ieder geval gepland. En dan weet je waar je op voor kan bereiden. Nou, ik ga je koffie aanzetten. Ja. Zo.
Hoppatee. Alsjeblieft. Dank u. En dan maak ik voor deze kleine vriend meteen even een fles. Ja, hè, vriend. Je hebt al heel lang zonder fles gezeten, hè? Oh, kom maar hoor, mannetje. Kom maar hoor, vriend. Kleine man. Hallo, kleine man. Nou, hoe is nou uiteindelijk gegaan dan, je bevalling? Nou, uiteindelijk ben ik dus toch gewoon bevallen, want mijn vliezen braken met 35. Nee. Ja, eigenlijk hetgeen wat dus niet mocht gebeuren, want dat was gevaarlijk. Dat was helemaal eigenlijk de reden waarom ik een keizersnede zou krijgen, want dat bloedvat zou kunnen scheuren als de vliezen zouden breken. En wat gebeurde? Mijn vliezen braken voortijdig. Op een zaterdagochtend om 17:15, ik lag in bed. Dus ik vloog op uit mijn bed. Maar echt, ik sprong er als het ware echt uit. En ik dacht, als vliezen breken, dan verlies je in één keer heel veel vruchtwater. En dan is het klaar. Ja. Nee, het gaat gewoon door. Dat duurt heel lang, want het maakt ook weer aan. Het maakt weer aan, dus het blijft lopen. Ja, en je voelt het zo sijpelen. Precies. Heerlijk dit, hè? Ja. Ja, dat is dus wat eigenlijk niet moest gebeuren. Nee, precies. Dus ik neem aan dat je dan best wel veel stress had. Ja, ik dacht, dit mag niet gebeuren. En wie vertelt mij nu dat hij geen gevaar loopt? Want Roger die zei heel helder. Die zei, ja, maar Anne, we zien geen bloed. Want dat bloedvat zou kunnen scheuren. Dat is dus als het goed is niet gebeurd. Want dan hadden we het nu toch wel meteen gezien. Ja, maar tot scherp is. Ik was eigenlijk pas gerustgesteld toen ik echt in het AMC was. In het ziekenhuis. Ja. Toen zeiden ze, it's oké. Okay. Het gevaar is geweken. Jij gaat en nu toen gewoon gevallen. Bevallen. En toen dacht ik, nee, gaan we weer terug dus naar het... Oh, en toen had ik dus een beetje een soort bevallingstest. Want ik dacht, ik heb me niet voorbereid op een bevalling. Dus hetgeen wat ik weet, ga ik zo ontzettend goed doen. Dus ik heb me zo hyper gefocust op die ademhaling. Goed. Dat die verloskundige op een gegeven moment midden in een bevalling zei, zoals je het nu doet, zien we hetzelfde vrouwen doen. Pff, ik was helemaal een soort koningin van het bevallen. Dacht ik, ik kan dit. Ja, lachen, hè? Maar toen kwam er echt een soort weeënstorm. Achter elkaar weeën. En toen kreeg ik ook nog koorts. Maar dat kan gewoon een infectie zijn. Maar ja, in deze covid-tijd moeten ze toch uitsluiten of het geen corona is. Dus, midden in de weeënstorm, dacht ik op een gegeven moment, waar is iedereen? De verloskundige weg, die assistenten weg. Ik denk, dus ik zei tegen Roger, zitten we hier nou een beetje met z'n tweeën te bevallen? Voor mijn gevoel wel. Wat bleek, nog geen kwartier later stond er zo'n dame helemaal ingepakt in zo'n... Een soort IT. Met, ja. Precies, stond zo'n IT voor mijn neus met een wattenstaafje. En die stond echt zo klaar om dat wattenstaafje bij mij zo in mijn keel te... En ik lag serieus te puffen. Dus hoe moet je... Sorry hoor, Fanny, ik ben heel druk aan het praten. Maar hoe moet je puffend en dan naar zo'n mevrouw met zo'n... Dat kan niet in een weeënstorm, want je hebt geen tijd om op adem te komen. Alles wat je niet kan is stilzitten en je adem even... Dat gaat niet. Je hebt niks onder controle. Hoe is dat laatste stuk gegaan dan? Nou, 's nachts om 2:00 zei ik ineens... Oh, ik denk dat ik moet persen! Ik vond het een heel fijn moment, want er veranderen die weeën in persweeën. Ja. En dat zijn andere weeën dan de gewone weeën. En ook stoppen als ze zegt stoppen. Ja, dat is als het hoofdje staat. Dat bedoel ik. Dus je houdt dat in je gedachten. Ja, dan staat het hoofdje en dan... Nou, maar dan sta je echt in de fik. In dat moment zei ze, wil je kijken? Toen dacht ik, kijken? Toen kwam ze met zo'n grote kapperspiegel. Weet je wel, zo'n groot rond ding met zo'n handvat. Ja! Oh, maar ik denk dat ik dat wel leuk vind. Ja. Dus toen ging ik kijken en toen zag ik dat bolletje met haar. Zag ik. Zo zo'n stukje. Oh. Toen dacht ik, ja, maar ik ben er nu bijna! Voel je dat ook? Dan is hij er ineens uit. En toen mocht Roger hem aanpakken. Ja? Ja, echt heel bijzonder. Het is ook heel gek als je dan die kleine dan op je hebt, dat in je heeft... Ja, het is gewoon ingezeten, ingegroeid van zo klein naar... Dat is toch gek? En zeker omdat ik met het IVF-traject bezig was geweest, ben je op celniveau bezig geweest. Ja. En je hebt het echt van millimeter tot millimeter heb je zitten volgen. En dan op een gegeven moment wordt het in die zwangerschap al heel concreet, dat het al zo'n... Nou ja, echt een baby begint te worden. Hij is helemaal al oud. Lang in coma. Is een coma. En als hij er dan is, dan is het gewoon een hele baby. Dat is gewoon een mini-mensje, bijzonder. Ja. Ik vond hem meteen heel cute. Ik dacht, oh, ja, het is gewoon mijn baby. Zo lekker. Hoe raar is dat? Ik was vooral heel erg dankbaar dat het allemaal dus goed gegaan was. Want we hadden natuurlijk best wel veel zorg in de zwangerschap. Ja. En ik realiseerde me toen hij er was, ook het hele traject aan de voorkant. Het überhaupt zwanger willen worden, het IVF-traject en dat allemaal maar gelukt was. Ik heb wel echt een paar dagen, en met name 's nachts, weet ik nog wel, heb ik echt een beetje te huilen van... Zo blij. Zo blij. Ja, je denkt er nu misschien nog helemaal niet over na, maar stel dat jullie een tweede willen. Zou je dan weer dat hele IVF-traject moeten doen? Ja, maar we hebben nog 11 bevruchtingen in de vriezer liggen. Wow. Ik vind het echt een heel bijzonder verhaal. Nou, ik vond het dus daar wil ik voor bedanken. Ja. Ja, en ik ben heel blij dat ik Fender heb mogen ontmoeten. Ja, leuk hè? Ja.
kleine vriend.